50 meter. De start is gevallen, de paarden zijn onderweg. Common Scott wil de leiding. Bram Wielinga probeert tegen te gaan. En zo gaan de deelnemers dan de eerste bocht opzoeken. Common Scott aan de buitenzijde, die heeft de strijd om de koppositie gewonnen. En gaat op weg naar de overkant van de baan als favoriet aan kop van het veld. Op de tweede plaats is het dan Bram Wielinga. En achter Bram Wielinga volgt in derde stelling het paard van Ruud Pols. En dat is Bianca Lady. Daarachter is de eerste paard aan de buitenzijde, Sistans Fortuna. En helemaal aan de buitenzijde komt daar die Meijert Schouten naar voren met zijn Capital C. Capital C gaat in het tweede spoor in de aanval. Maar Common Scott zal normaal gesproken niet erg van plan zijn om de kop af te geven. En dus gaat het tempo vooraan nu wat omhoog. Paarden komen zo dadelijk in de rechte lijn voor de tribune. Sistans Fortuna die kan misschien mooi aansluiten op de rug van Meijert Schouten. Die de koploper onder druk zet. En zo komen ze dan weer 2-2 in de rechte lijn voor de tribune. Met straks nog 2 rondes te gaan. Vooraan aan de binnenzijde Common Scott, sterk gehouden. Aan de buitenzijde Capital C. Daarachter volgt dan aan de binnenkant paard nummer 1 Bram Wielinga. En in vierde stelling in het tweede spoor Sistans Fortuna. Achter Sistans Fortuna staan de binnenzijde Bianca Lady en aan de buitenkant Belle Jolie. En achter Belle Jolie is er ook nog aansluiting voor paard nummer 7 Chiquita GS. Door de bocht op weg naar de overzijde van de baan krijgt de koploper geen rust, maar toch is het tempo niet hoog. En het is Common Scott nog altijd aan kop van het veld. Aan de buitenzijde dan die nummer 6 Capital C. Achter Capital C volgt aan de binnenzijde Bram Wielinga, die loopt geen meter te veel. Het tweede spoor daarnaast is voor Sistans Fortuna. En achter Sistans Fortuna de overige paarden vanaf de binnenzijde gezien Bianca Lady. Tweede spoor daarnaast Belle Jolie. En daarachter is er nog aansluiting voor Chiquita GS, een paard dat het moet hebben van de slotronde. Paarden komen weer in de rechte lijn voor de tribune. Wallien kijkt eens opzij en kan er op dit moment aardig gerust op zijn. Aan de buitenzijde dan paard nummer 6 nog altijd, Capital C. Maar er gaat wat reactie komen, want zowel Sistans Fortuna als aan de buitenzijde Belle Jolie, die gaan proberen de positie wat te verbeteren als ze dan naar de overkant van de baan gaan voor de laatste maal. Sistans Fortuna, die komt sterk naar voren en nestelt zich nu naast de favoriet. Maar de favoriet heeft het natuurlijk wel makkelijk gehad, maar de Sistans Fortuna aan de buitenzijde is toch een serieuze tegenstander. Daarachter volgt dan in derde stelling op dit moment Belle Jolie. En vanuit de start van het veld komt op dit moment weinig meer naar voren als de deelnemers halverwege de laatste bocht zijn met Sistans Fortuna, die een neusje voorsprong pakt op Common Scott. Een neusje wordt 3/4 lengte, maar ja, die bocht is toch wel in het voordeel van de favoriet aan de binnenkant. Maar op dit moment heeft hij geen antwoord op het paard van Rick Emmingen, Sistans Fortuna, die de laatste keer op Groningen al zo'n goede koers liep. Nu neemt hij een wat ruime bocht en dat effent de weg voor Common Scott om zich terug te vechten. Sistans Fortuna en Common Scott in een mooie tweestrijd. Hoe is het mogelijk? Common Scott vecht zich terug naar de winst. Sistans Fortuna tweede en derde wordt Belle Jolie. Oh, sorry. Lucas, congratulations. Did I hear the first Dutch words? Thank you. Alsjeblieft, mooie rit, mooie rit. I thought you were beaten. Yeah, I think I drive a little too slow, but so the other horse come very fast. But when the horse come outside him, he answer very good. Okay, you have some more rides today. What's your best chance, do you think? Kato C, I think. Kato C, dankjewel. De beste kans voor Lucas Wallien wordt Kato C. Een prachtige zierdeken hangt er om de rug. Beschikbaar gesteld door JP Beemsterboer Food Trader. En Common Scott en Lucas Wallien zijn de winnaars van de JP Beemsterboer Food Trader prijs. Geef ze een applaus, onze eerste winnaars van vandaag. Common Scott, Lucas Wallien. En hij verwacht Kato C als zijnde zijn beste kans om vandaag nog een keer naar de overwinning te gaan.